Schoolexamen 1, 2012-2013, HAVO 5. Het onderwerp is radioactiviteit en in deze webles behandel ik de opdrachten 8 tot en met 11. En opdracht 8 gaat over de vraag welke van twee gegeven instabiele stoffen op langere termijn het meest tot overlast zal leiden. En we hebben het dan over de isotopen jood 131 en cesium 137. Van beide stoffen wordt de halveringstijd bepaald, gegeven zelfs. Van jood 131 is dat gelijk aan 8 dagen. En die van cesium 137 bedraagt iets in de buurt van de 30 jaar. Op langere termijn, van welke van de twee stoffen heb je dan het meest last? Laten we bijvoorbeeld kijken na 10 jaar. Na 10 jaar, dan zijn er al zoveel halveringstijden van jood verstreken, dat er amper nog iets van de jood over zal zijn in de grond. Dus alle jood-isotopen zijn tegen die tijd wel vervallen. Na 10 jaar is nog lang niet de helft van alle cesium-isotopen vervallen. Dus het mogen duidelijk zijn, de stof met de langste halveringstijd zal ook op langere termijn voor veel grotere problemen zorgen. Dus van de twee heeft Akatsuki dus gelijk. Opdracht 9. Cesium en jood vervallen allebei onder uitzending van dezelfde ioniserende straling. Daarbij wordt gegeven dat jood vervalt tot de stabiele vorm van xenon. En de vraag is nu, tot welke stof zal nu cesium vervallen? Dan moet je natuurlijk even bedenken dat er een aantal mogelijkheden zijn. Je hebt eigenlijk niet zoveel verschillende soorten ioniserende straling. Je hebt alfa, beta en gamma. Nou, gamma kan er nooit voor zorgen dat de ene stof verandert in een andere stof. Dus het moet dan alfa of beta zijn. Als we nu gaan kijken naar jood, die gaat veranderen in de stof xenon. We kunnen van zowel jood als xenon opzoeken wat het atoomnummer is. Dat is bij jood 53 en bij xenon 54. 53 en 54. Welke straling kan er nu voor zorgen dat het atoomnummer met eentje toeneemt? Nou, als je erover na gaat denken, kan het maar één soort straling zijn. Beta-minstraling, kijk maar. Als ik die erbij zet, ik hoef even niet boven te kijken, daar ben ik nu niet in geïnteresseerd. Maar als ik nou alleen naar beneden kijk, dan zie ik dat het klopt. 53 is 54 min 1. Dus er komt beta-minstraling vrij. Nou, dan gaan we terug naar cesium. Cesium 137. Cesium heeft als atoomnummer 55. Cesium zendt beta-minstraling uit. Nu wordt de massa niet gegeven, ik neem hem wel gewoon mee. Ik ga dus boven en onder nu eventjes kloppend maken. Dan krijgen we een onbekende stof eruit met een massa die niet veranderd is, 137. En met een atoomnummer die eentje toe is genomen tot 56. En dan moeten we even opzoeken in de BINAS. Welke stof heeft een atoomnummer 56? Dat blijkt dan te zijn de stof barium. Dus dit wordt het product wat gevraagd wordt. Barium 137. Opdracht 10. Opdracht 10 is een flinke rekensom. Er wordt namelijk gezegd, cesium 137 zou best wel eens in rijst op kunnen duiken. Doordat het de rijstplantjes cesium opnemen uit de grond. Er is gemeten een activiteit van de besmette rijst van 630 becquerel per kilogram rijst. Wat zou er nou gebeuren als je deze rijst gaat eten? Welke stralingsequivalent kun je dan verwachten als je daar die rijst gaat eten? En dan wordt gezegd, stel je eet 250 gram rijst. Ik zal even de gegevens die we nodig hebben zal ik eens aan gaan kruisen. 250 gram rijst gaan we eten. De activiteit is 630 becquerel per kilogram. En we mogen aannemen dat die rijst een halve kilogram weefsel gaat
bestralen. De vraag is, bereken hoe groot de extra stralingsequivalent is van deze persoon. En dan moet je natuurlijk even rekening mee houden, staat ook in de tekst, dat de rijst ongeveer 24 uur lang in het lichaam aanwezig zal zijn. Nou, dat is een hele lijst met dingen die we moeten uitrekenen. Laten we even stap voor stap verschillende dingen gaan berekenen. We moeten in een aantal stapjes gaan werken. Maar eerst moeten we even één ding opzoeken. En dat is, hoeveel energie komt er nu eigenlijk vrij wanneer er één cesium-137 atoom vervalt? Dan kun je in tabel 25 opzoeken. En wat blijkt het geval te zijn, dat is gelijk aan 1,17 mega-elektronvolt per vervallen kern. Nou, die hebben we daar natuurlijk nodig. Dus die schrijf ik er even bij. We kunnen een tweede ding uitrekenen. Als die rijst 24 uur in je lichaam zit, hoeveel deeltjes vervallen er dan in jouw lichaam? Dan moeten we even goed kijken. We eten 0,25 kilogram rijst. In 1 kilogram rijst vervallen er 630 deeltjes per seconde. Ja, ik heb nu eigenlijk een kwart kilogram. Dus ik heb ook een kwart van die activiteit. Die rijst zit 24 uur in mijn lichaam. Dan kan ik het aantal seconden uitrekenen. Dit is dus de activiteit aantal deeltjes per seconde. Zoveel seconden zit die in mijn lichaam. Ik kan uitrekenen hoeveel deeltjes er vrijkomen in mijn lichaam. 13,6 maal 10 tot de macht 6 deeltjes. Wat kan ik daar dan mee? Nou, als ik weet hoeveel deeltjes er vrijkomen en ik weet ook hoeveel energie elk deeltje heeft, dan kan ik de stralingsenergie uitrekenen. De stralingsenergie die is vrijgekomen in mijn lichaam, die is gelijk aan het aantal deeltjes, 0,6 maal 10 tot de macht 6, maal de energie per deeltje. Die moet ik nog even uitrekenen, maar dat gaat gelukkig vrij simpel. Zoveel mega-elektronvolt per deeltje. Dan wil ik natuurlijk wel naar joules omrekenen. De omrekenfactor tussen mega-elektronvolt en joule, die is 1,602 maal 10 tot min 13. Als ik dat allemaal bij elkaar uitreken, dan komt er uit 2,5 maal 10 tot de macht min 6 joule. Is de totale energie die in 24 uur in mijn lichaam is vrijgemaakt. Dan ben ik er bijna. Nu moeten we even gaan kijken, wat willen ze weten? Willen ze de stralingsdosis of het equivalent? Het is het equivalent en dat is H. En de formule van H luidt H is Q maal E straling delen door de massa van het lichaam dat bestraald is. Q was de weegfactor. Als we het hebben over alpha deeltjes, dan is Q 20. Maar we hebben het niet over alpha deeltjes. We hebben het over beta-min deeltjes. Dus Q heeft dan een waarde van 1. E-straling hebben we net berekend. Is 2,5 maal 10 tot de macht min 6 joule. En de massa is gegeven in de tekst. De massa mogen aannemen dat het is een halve kilogram aan ingewanden. Als we dat gaan uitrekenen, dan komt er een getalletje uit. En dat getalletje is 5,0 maal 10 tot de macht min 6. Ja, wat was ook weer de eenheid van de eenheid van dosis equivalent. Dat is de sievert. 5 maal 10 tot de macht min 6 sievert. Je kunt het ook opschrijven als een 5 maal 10 tot de macht min 3 millisievert. Omdat de millisievert ook terugkomt in de normering. Want we moeten nog één conclusie trekken. Dat is namelijk, is de waarde die we hebben uitgerekend eentje die de norm overschrijdt? Nou, de norm geeft aan dat je 1 millisievert extra mag krijgen zonder dat er iets gebeurt. De rijst zorgt voor 5000ste millisievert. Dat is dus ver onder de norm. Dus de conclusie is, de situatie valt hier heel erg mee. Opdracht 11. Opdracht 11 gaat over besmetting van de grond. Er wordt weer een ander deeltje geïntroduceerd, de isotoop strontium 90. Dit isotoop blijkt in de grond rondom Fukushima te zitten. En de vraag is, hoe lang moet u nu wachten voordat de concentratie van dat strontium zo laag is dat er weer mensen kunnen gaan wonen? En twee gegevens krijgen we.
De activiteit van strontium in de bodem bedraagt op dit moment 6400 becquerel per vierkante meter. En de vraag is, hoe lang moeten we wachten totdat dat gedaald is tot een waarde onder de 200 becquerel per vierkante meter? Om dit op te lossen heb je nodig halveringstijd. Elke keer dat er één halveringstijd verstreken is, zal de hoeveelheid stof in de bodem gehalveerd zijn en dan daardoor ook de hoeveelheid activiteit. Hoeveel keer moeten we nu halveren? Willen we van 6400 naar 200 gaan? Nou, je kunt een tabelletje maken. Je kunt ook zeggen 6400 delen door 200. Dus de concentratie moet 32 keer lager zijn. En 32, dat is 2 tot de macht 5. Dus we moeten 5 halveringstijden wachten. Nou moeten we één dingetje opzoeken. Hoe groot is de halveringstijd van strontium 90? Tabel 25 weer. En dat geeft ons een halveringstijd van 28 jaar. We moeten 5 halveringstijden wachten. Dus de conclusie is, na 140 jaar zal de concentratie van de stof strontium en daardoor ook de activiteit afgenomen zijn tot de waarde van 200 becquerel per vierkante meter.